Geachte dames en heren, wij groeten u hartelijk bij deze uitzending over de ebola-epidemie. Met de klassificatie van de ebola-epidemie als internationale gezondheidsnoodsituatie werden verschillende maatregelen vastgelegd door epidemie-experts van de WHO. De staten waar ebola zich uitbreidt zijn nu volgens de media verplicht om ze toe te passen. De volgende maatregelen werden tot nu toe toegepast. Het staatshoofd moet de nationale noodtoestand uitroepen. Op internationale vliegvelden, in havens en bij grote grensovergangen moeten alle mensen nauwkeurig worden gecontroleerd. Bij aanwijzingen van een infectie moet de uitreis verboden worden. En massabijeenkomsten moeten verschoven worden. Na het vastleggen van deze maatregelen maakte WHO-directeur-generaal Margaret Chan bekend dat ze de aanbevelingen van het noodsituatiecomité volledig heeft aangenomen en ze in werking stelt als wereldwijd volkenrechtelijk verplichte gezondheidsvoorschriften. Geachte dames en heren, wie is de WHO eigenlijk die zich volmacht heeft om volkenrechtelijke voorschriften uit te vaardigen? De WHO is een internationale, niet door het volk gekozen organisatie. Haar aanbevelingen staan nochtans boven de aanbevelingen van de regeringen en ook boven de gezondheidsautoriteiten van afzonderlijke landen. Niet alleen bij ebola, maar ook in andere gezondheidsgebieden, bijvoorbeeld bij vaccinaties, worden de aanbevelingen van de WHO in toenemende mate ongevraagd door nationale staten toegepast. Wij herinneren aan de Mexicaanse griep van 2009. De WHO kondigde toen wereldwijd de pandemiestatus af, waarop ieder land werd gedwongen om dure vaccins te kopen met belastingsgeld. De farma-industrie profiteerde, maar alleen al in Duitsland ontstond door gekochte en niet gebruikte dosissen vaccin een schade van 245 miljoen euro. Typisch genoeg zijn bij de WHO het uitroepen van de internationale gezondheidsnoodsituatie en nu dus ook voor ebola dezelfde personen verantwoordelijk die bij de Mexicaanse griep de farma-industrie al gigantische omzetten hebben bezorgd, namelijk Margaret Chan en Dr. Keiji Fukuda. Geachte dames en heren, ook in de toekomst zouden bij de decreten en de maatregelen van de WHO internationaal naar het waarom moeten worden gevraagd en ook naderhand beoordeeld en geëvalueerd. Epidemieën kunnen vooral worden verhinderd en ingeperkt door schoon drinkwater, hygiëne, goede voeding en mondige, meedenkende en gezondheidsbewuste burgers. Om onze actuele berichtgeving over de ebola-epidemie af te ronden, bevelen we u de volgende korte film van Hans Tolson aan. Ebola, ein gentechnischer Feldversuch des Pentagon, die te zien is onder de link op onze web. Tot ziens.